Goeiedag beste kijkers en welkom bij het item Een Kijkje in de Keuken. Elke aflevering met een speler uit de keukenkampioen-divisie. En deze week zijn we te gast bij AZ, bij de aanvoerder van Jong AZ, Pierre Koopmeijners. Yes. Speler van Jong AZ, vertel eens wat over AZ, de club. Wat maakt de club zo mooi? Ja, het ben ik een hele warme club en ik loop hier ook al sinds mijn 11e rond volgens mij. Dus veel bekende gezichten en iedereen streeft naar hetzelfde voor een mooie opleidingsclub. Je ziet nu aan het eerste helft, dan komen veel jongens door. Wat vind je van de keukenkampioen-divisie? Wat maakt die competitie zo mooi? Ik denk vooral voor ons als belofteploeg is het een hele mooie competitie. Het is toch echt wel het stapje van jeugdvoetbal naar volwassenen voetbal voor ons. Dus daarom is het voor ons een heel mooi podium om daar te spelen. Af en toe lopen jullie ook stadions binnen. Zo een nak uit of spandoeken, stop de belofte. Ja, klopt. Wat gaat er dan doorheen? Wat denk je dan? Ja, ik moet er eigenlijk altijd wel om lachen. En ik snap hun punt ook wel een beetje. Snap je hun punt? Ja, ik denk als zij naar ons toe moeten komen dat ze niet het even leuk vinden. We hebben een prima complex voor ons, maar voor dat niveau is misschien, het is geen stadion waar ze in komen. En het is hier gewoon, het waait hier hard en er zijn er weinig toeschouwers. Dus ik snap dat het voor hun wel even een stapje terug is. Maar wat ik zeg, voor ons is het eigenlijk alleen maar leuk. Je broer, Teun, ook aanvoerder van het grote AZ. Hoe trots zijn jullie ouders? Ja, mijn ouders zijn erg trots, ja. En niet zozeer per se omdat we aanvoerder zijn, maar gewoon... Ik denk omdat ze zien dat we er erg veel plezier in hebben en dat heeft altijd wel voorop gestaan bij ons. Ben je ook beter dan je broer? Ik denk dat ik anders ben dan mijn broer. Ik ben rechtsbenig, hij is linksbenig, dus dat is wel het grootste verschil denk ik. Hij is misschien nog iets fysieker dan ik af en toe. Ja. En ik ben misschien ietsje technischer, dus ik ben in klein ruim misschien ietsje beter. En hij is misschien wat meer van zijn type paas, ook een hele mooie paas. Hij heeft echt een heel goed linkerbeen. Dus ik denk dat we samen erg goed zouden kunnen spelen vooral. We zitten in de keuken. Hoe staat het ervoor met je eigen kookkunst? Ben je een keukenprins of? Ik ben niet echt een keukenprins, nog. Maar ik moet langzaam wel gaan leren natuurlijk, want misschien dat ik wel het huis uit wil een keer. Dus het wordt wel handig om te gaan leren, maar nu nog niet echt een keukenprins. Kijk, hebben we iets? Eitje bakken gaat er zeker wel in, pastaatje koken gaat er ook wel in, maar echt culinair wordt het niet bij mij. Jij bent volgens mij niet zo'n jongen die, als je op een meisje afstapt, dat je indruk probeert te maken dat je profvoetballer bent. Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat wij, dat hebben we wel van thuis meegekregen, en mijn broer ook wel. Dat we buiten het veld willen ook gewoon onszelf zijn en wil je niet altijd over voetbal hebben. Ik denk dat het ook niet goed is om continu daarover te hebben, wil je ook gewoon wat anders. Wat zijn je interesses buiten het voetbal? Ik heb toevallig een piano aangeschaft, een tijd terug. Het is er nog niet heel erg van gekomen, maar toch wel een muziekinstrument of zo. Dat lijkt me misschien toch wel leuk om helemaal te doen. Over muziek gesproken, welke nummers draaien jullie in de kleedkamer? In de kleedkamer? Ja, ik ben niet de DJ, dat is Kenzo Goudmijn, die is de DJ bij ons. Ja, die draaien van alles, die draaien voor mij de hele hitlijsten plat. Welke track vind je goed? Nou, ik vind op dit moment vind ik sneller wel erg goed om te luisteren. Vind ik leuk om te luisteren. Ja. Dat wordt ook wel gedraaid. Wie is je grootste inspiratiebron, Peer? Op welk gebied? Over qua voetbal? Qua voetbal. Ik denk, mijn voorbeeld in het voetbal is toch wel Sergio Busquets op dit moment. Okay. Ja, ik zie hoe hij voetbalt en ook op mijn positie en wil ik wel daarheen zeggen. Zie je er ook vergelijkingen qua? Nou, wel een beetje qua spel. Ik denk dat hij ook een hele slimme middenvelder is die niet altijd moet hebben van zijn snelheid en dat soort dingen, maar gewoon echt van zijn inzicht en op de juiste plekken staan. En, goed tegenstanders kan lezen, dus daarin zijn wel vergelijkingen, maar hij doet het natuurlijk op een heel ander niveau, dus dat is nog werk aan de winkel. Pierre Koopmeijners over 3 jaar, wat sta je dan? Dan hoop ik er al 2 jaar in AZ1 opgezeten te hebben, 2 jaar in de basis hoop ik dan. Ook met die band om? Van Teun overgenomen? Dat zou natuurlijk zou een mooie bijkomst zijn inderdaad. En je vervolgstap? Ik ben altijd erg groot fan geweest van Arsenal. Arsenal? Ja. En ik maar denk, in Nederland? In Nederland. Ik moet zeggen dat AZ nu toch de stap aan het maken is dat je vanaf AZ direct naar het buitenland kan. Voorheen was het natuurlijk altijd het beste vast rieltje, moest je eerst naar PSV, Feyenoord of Ajax. Ja. Maar ik denk als je ziet hoe AZ gegroeid is de laatste jaren, dat je het niveau in het buitenland sneller aan kan. Zeg maar. Dus ik denk dat je die directe stap wel kan maken. Dus de Premier League, Arsenal, die mag je wel bellen. Die mogen mij wel bellen. Ja, dan kom ik naar ze toe fietsen denk ik. Maar je ziet jezelf al ver komen of ben je toch... Van thuis uit een beetje bescheiden door... Nee, ik ben wel bescheiden daarin. Daarin ben ik wel bescheiden. Tuurlijk, als je hart laat spreken, je hebt toch altijd wel een intuïtie in je van, ik ga het gewoon weer schoppen, klaar. Nee, die instelling moet je natuurlijk wel een beetje hebben, anders kom je er ook niet. Dus dat moet je wel, natuurlijk moet je dat een beetje hebben, maar dan nog steeds sta ik wel met beide benen op de grond en leef toch wel in het hier en nu, denk ik. Mm-hmm. En nu speel ik gewoon nog bij Jong AZ, dus moet ik gewoon nog keihard werken. En er nog een lange weg te gaan. Ik ga je in ieder geval bedanken, Peer, dat we hier mochten zijn. Ik ga jou heel veel succes wensen in je verre loopbaan en veel succes wensen met Jong AZ dit seizoen. Jullie bedankt voor het kijken naar de Kijkje in de Keuken en tot de volgende aflevering. Doei doei!